In de loop van dit jaar maakte de gemeente bekend wat er gaat gebeuren met het landbouwbelang. Een documentaire over de nu nog culturele vrijplaats is gemaakt door Nina Bokke aan mijn rechterzijde en gaat vanavond in première. Marielle Curfs aan mijn linkerkant is bewoner en een van de hoofdrolspelers in de film. Dames, welkom. Dankjewel. Ten eerste, Nina, waarom moest er een docu gemaakt worden over het landbouwbelang? Ja, omdat deze plek een hele grote rol heeft gespeeld, maar ook nog steeds wel speelt in de culturele wereld die eigenlijk te weinig gezien wordt in Maastricht en ook een tegenhanger is eigenlijk. Mm. Misschien zelfs wel een reactie is op het chic en schoen plaatje wat Maastricht, waar Maastricht toch wel prat op gaat, mag ik zeggen. Ja. Herken je je daarin, Marielle? Ja, eigenlijk wel. Daar ken ik me wel goed in. Maar losgezien van het chic en schoen in Maastricht is het ook zeg maar een reactie op het hele mainstream gebeuren. Dat wij anders leven dan de rest van de maatschappij. En in Maastricht is het wel heel erg zwart-wit. Dat vind ik dan ook wel. Oké. Best wel naar voren komt. Alleen, ja, wij zijn zo'n kleine subcultuur. We leven in onze subcultuur. We krijgen het ook niet heel veel mee omdat we zoveel in het landbouwbelang aanwezig zijn. Mm-hmm. En omdat het natuurlijk ook zo groot is. Ja. Even voor, jij woont in een busje. Zeg ik dat goed? Ja, ik woon zowel in een kamer als in een camper. Ja. Dus de camper aan de achterkant van het landbouwbelang en ik heb een kamer in het landbouwbelang. Ja. We hebben een fragment uit de film waarin jij aankomt na een tijdje te zijn weg geweest. We gaan even kijken. Er is altijd iemand thuis, er is altijd een beweging gaande waar je aan mee kunt doen. Of er wordt gepoet, of er wordt iets opgebouwd voor een expositie. Anne? Hey, Anne! Hey, Anne! We hadden de film gezet, jongens. Ja, man. Hoi! Anne! Ook Anne. Als het goed, heb je lekker gepoept? Now I'm like one with the car. It's like, yes. You're sleeping in your van. I think so. I don't know if there's a mattress still left. I got a new mattress. It's at the entrance if you want to take it. Nice. It's and I need hard. A one-person mattress because I didn't have a mattress for a month in my van. Where have you been sleeping? On a yoga mat. We hebben een tijdje op een yogamatje geslapen. Hoe is dat? Je raakt er wel aan gewend. Ja? Ja, ik sliep eigenlijk altijd in het bos in Ibiza, want ik heb in Ibiza dan gezeten vorig jaar. Dus ik was het wel gewend, maar op een yogamatje gaat het eigenlijk prima. Maar een matras is wel wat luxer, ja. Dat je wat lekker kan slapen. Ja. Ja. Hoe zou jij de sfeer in het landbouwbelang omschrijven? Want het zijn ook wisselende samenstellingen, begrijp ik. De sfeer is dat wisselt. Ja? We zijn een hele unieke groep, heel veel unieke mensen. Dus ja, soms is de sfeer gespannen, soms is het heel gezellig, soms is er knallende ruzie. Mm-hmm. Ja, soms is er blijdschap. We zijn een familie. Mm-hmm. Net als alle andere families, zijn discussies. Wie poetst er niet? Wie is er verdrietig, wie is er blij? Dagelijkse gesprekken. Ja, het is heel dynamisch, laat ik het zo zeggen. Ja. Okay. Nina, hoe ben je te werk gegaan om het beste resultaat uiteindelijk van deze film te krijgen? Ja, dat klinkt natuurlijk heel zakelijk. Ja. Laat ik even beginnen met te noemen dat ik ken deze plek al 21 jaar. Omdat de bewoner die er het langste zit, nu nog, Juri, die ken ik al heel lang. Wij komen allebei uit Geleen. We komen allebei eigenlijk uit een vergelijkbare gezinssituatie. Eigenlijk heel burgerlijk, heel normaal. Alleen uiteindelijk is hij dus gaan kraken en ik niet. Terwijl ik dat eigenlijk ook wel chic vond. Maar kraken en is eigenlijk iets wat heel complex is. Zeker als je zo woont en leeft als zij dat doen. Ik zou dat niet kunnen, ook niet willen, want het is gewoon anders dan andere mensen denken, heel hard werken. Maar hoe ben ik te werk gegaan? Nou, eigenlijk heel intuïtief. Want het is ook niet, ook al als je er wel komt, want sommige mensen kenden me wel van bezoeken en zo. Maar er is niet één baas. Dus er is niet, dat is het voordeel en het nadeel van het landbouwbelang. Er is niet iemand die zegt, oké, jij mag een documentaire gaan maken. Nee, daar moet men het over eens zijn. Daar moet over gestemd worden. Ja, sommige mensen vonden het niet gemakkelijk als ik er was, anderen wel. En ik ben eigenlijk een beetje in het begin gaan oriënteren van, goh, wie zou daaraan willen meewerken?
ze zijn dan natuurlijk wel een beetje gewend aan mensen die daar komen kijken. Er is al eerder een film gemaakt door een van de oud-bewoners. Dus de mensen waren wel al gewend aan de camera. Mm. Maar het is natuurlijk heel moeilijk omdat er een wisselende samenstelling was. En ik heb gekeken in dat tijdsbestek dat ik dat wilde maken. Wie zit er nu? En ik wilde een samenstelling van iemand die daar al vanaf het begin zit. Iemand die de alleroudste is, in dit geval Reinder, die is 91 nu. Ja. Iemand die er werkt en atelier houdt, dat is Marielle. En die betrekkelijk gezien woont hij er nog niet zo heel lang. Mm. Iemand die de jongste is. Mm. En die nog helemaal fris erin komt, weet je wel. Dus mensen die ook een beetje elkaars contrasten kunnen zijn. Nou, die mensen, daar had ik gewoon geluk mee dat zij die openheid aan mij wilden geven en mij de gelegenheid wilden geven om een stukje van hun leven te volgen. En dat heb ik eigenlijk gedaan. Dus dat, heel intuïtief, daar heeft ook heel veel werk in gezeten. Want juist omdat deze mensen dus zo anders leven, soms ook anders dan mijn agenda, zeg maar, ingericht is, ja, dan gaat wel iets door of niet. Of, ja. Moest ik daar heel erg op inspringen. Dus ik heb heel veel moeten investeren. Hmm. Wat is het tijdsbestek geweest dat je dit hebt opgenomen? Nou, meer dan een jaar eigenlijk. Okay. Want ja, ik heb ze een jaar gevolgd, maar ik ben eigenlijk ik ben eigenlijk begonnen voordat Marielle vertrok. Heb ik haar nog even bij de lurven kunnen grijpen van ik ga een film maken, dus ja, zou je het leuk vinden om, daaraan mee te werken? Omdat ik wist dat zij hele grote kunstwerken maakte. En gewoon ook, mag ik wel zeggen, een van de meest kleurrijke personen is in dat pand die ik ken. Wat iets wil zeggen, want daar wonen natuurlijk allerlei paradijsvogels, kunnen we wel stellen. Maar Marielle kan zich heel goed verwoorden en heeft gewoon ook een heel interessant en, vind ik, ontroerend levensverhaal. Mm. Wat ik in die film heel belangrijk om naar voren te halen. Want mensen weten vaak ook niet van wat zijn het nou voor mensen die daar wonen. En dat heb ik eigenlijk naar voren willen halen. Ja, ja. Nou, ik zei in mijn intro al, het landbouwbelang zal er niet meer in de huidige vorm heel lang zijn. En daarover had jij een interessant gesprek met wethouder Frans Bastiaans. Wij kennen elkaar niet, denk ik. Jawel, we hebben al lang met elkaar aan tafel gezeten. Ah ja, daar kennen zoveel mensen aan tafel gezeten. Oké, we kennen elkaar wel. Zeg van het Harold en Almore, we hebben een gesprek gehad over... Ja, zeker. De toekomst. Het leven in een broedplaats erbij. Ja, zo is het. Wat jullie van ons af willen en waarom wij dat willen. Ja. We hebben toen wel afgesproken dat we in contact blijven, maar we hebben nooit meer wat van jullie gehoord. Nee, is vice versa, denk ik. Hè. Dus, maar ik zal het bij ons opnieuw op de agenda zetten om een afspraak te maken. Ja, het zou fijn zijn om meer aandacht te krijgen wat wij zijn. In plaats van dat de rafelranden altijd moeten weggaan uit de maatschappij zoals deze. Ja, en waar we naartoe gaan, denk ik. Jullie gaan er spijt van krijgen als deze plek weg is. Want er zijn heel veel mensen hier naartoe komen en zich fijn voelen. En eigenlijk daaromheen voelt niemand zich prettig. Nou, het over nadenken doe ik sowieso. En ik heb veel waardering voor het landbouwbelang, hoor. Dus dat is in de eerste plaats. Ja, is die vervolgafspraak er gekomen, Marielle? We hebben 1,5 jaar geleden een gesprek gehad met de gemeente en Harold van het bestuur en Armand, ook een bewoner van het landbouwbelang. En we zouden eigenlijk in contact blijven om te praten over als we eruit moeten, is er een ander pand, is er een ander plan, komt er iets tegemoet? En vervolgens is dat er nooit meer geweest, wat ik jammer vond. Ik was zelf natuurlijk ook veel op pad, dus ik was wat minder actief. Mm. Maar ik probeerde altijd achter de schermen actief te blijven. Ja, alleen ja, ik denk dat de gemeente het moeilijk vindt om contact met ons te houden en andersom, omdat het niet, er is niet echt een punt waardoor het makkelijk is om met elkaar contact te krijgen. Mm. Ja, dat komt wel van beide kanten. Ja. Nou, maar daar wil ik ook even op inhaken, want dit is natuurlijk eenzienswijze. Ja. De gemeente kijkt hier anders tegenaan. Mm-hmm. En wat ik daarnet al zei, er is niet één baas in het landbouwbelang. Supermooi, maar dat is meteen de kwetsbaarheid ervan. Mm-hmm. Binnenin het landbouwbelang, de groep moet eigenlijk één blijven, maar er zijn natuurlijk ook conflicten. Want woon jij maar eens even met tussen de 12 en 25 mensen. Ja. Dat kan nooit alleen maar vreedzaam zijn. En er zijn in de loop der jaren zijn er eigenlijk grofweg twee groepen ontstaan die eigenlijk geclashed zijn
ik denk net voordat ik, of net tijdens dat ik begon te draaien. Oh, okay. Dus dat kon ik niet meenemen, maar dat maakt eigenlijk voor dit verhaal niet uit. Maar verschillende mensen willen verschillende kanten op. En er is een groep mensen die zegt van, nou, wij willen wel meekijken met wat de gemeente dan wel biedt. Wat eigenlijk gewoon op dit moment niks is, want die grond die wordt straks verkocht. Mm. En er is al gezegd, die mensen van Landbouwbelang, die moeten er waarschijnlijk toch uit. Maar er is een groep die heeft gekeken van, kunnen we nog bijvoorbeeld evenementen hierheen halen om te laten zien, hè, bijvoorbeeld Fashion Clash of dingen verhuren. Maar die is geclashed met de groep waar, correct me if I'm wrong, volgens mij Marielle ook bij hoort. Die heeft gezegd van, nee, dat hoeft allemaal niet. Wij willen helemaal geen commerciële dingen meer, want we moeten hier toch weg. Het is je ziet het hier al gebeuren. Mm. Mensen hebben in het landbouwbelang hele complexe relaties met elkaar. En als jij als buitenstaander dat moet gaan ontwarren, dat is dus gewoon eigenlijk bijna niet te doen. Ja, ja. En nu, Marielle, als straks het landbouwbelang niet meer available is, voor jou bijvoorbeeld. Alleen het busje dan? Of ga je naar een andere plek? Eigenlijk al vanaf mijn 19e leef ik zo. Ik ben ook een tijdje uit de kraakscene geweest. En ik wilde echt full focus op mijn studie. Ja. En uiteindelijk ben ik weer terug in de kraakscene gekomen. En dat is ook het landbouwbelang. En het gevoel van het in een kraakpand wonen en wonen in zo'n groep, dat geeft voor mij gewoon heel veel vrijheid. Dus als het landbouwbelang ten onder gaat, ik ga gewoon verder. En misschien een eigen pand kraken of me weer toevoegen in een andere kraakgroep. En kijken of ik daar ook wat op kan bouwen. Okay. Dus het busje, ja, dat blijft. Misschien ga ik ook wat groter uitpakken met een bus. Mm. Maar het is wel dat mijn leven zal zo blijven. Ja. Okay. Nina, vanavond de première. Zeg ik dat goed? Ja, vanavond is eenmalige vertoning in Cinema Lumière. Maar morgen is de documentaire gewoon ook op televisie te zien om 11 uur, om 4 uur, om 6:30 en om 9 uur s'avonds op L1 TV. Mm-hmm. Want ik heb deze docu voor L1 gemaakt eigenlijk. Mm-hmm. Ik hoop dat mensen dan zien wat er ook achter die wanden van dat enorme ruwe pand gebeurt. Ja. Okay. Nina, Marielle, dank jullie wel voor jullie toelichting.